binnenkwamen. Zelfs laat s'nachts. En dan was er één, heette dan, in mijn boek heet het ook de mosterdmeid. Dat was een lekkere, geile, ordinaire, hoerige, zwaar opgemaakte, leuke vrouw, waar ik dol op was. Met een zwarte minkjas en zwart haar. En die kwam, oh, dokter de Vries, oh, ik heb zo pijn in mijn buik. En toen is mijn moeder s'nachts om 2 uur, is ze de praktijk ingelopen, zogenaamd een kopje koffie, en heeft ze in flagrante delicto, je weet wat dat is, in die act gevangen, terwijl zij dus met de bontjas aan mijn vader door zijn witte doktersjas aan het pijpen was. Nou, toen heeft ze die vrouw dus echt met haren eruit gesleurd. Ik zat aan de trap, hoorde het geschreeuw en lawaai. En toen zei ik de volgende dag, je hebt toch die bontjes wel afgepakt, zegt ze. Ik kan die vrouw toch niet naakt. Ik zeg, nou, dat had je wel moeten doen. Ik was 13 jaar, ik begreep al wel wat seks was een beetje. Dus dat was echt, toen was ze haast in echtscheiding. Maar ik heb echt, we hadden een prachtige, prachtige Indonesische tafel. Met salamanders en een lichte van onder, echt een prachtige ronde tafel, veel hout. En mijn moeder was zo kwaad geworden, toen was hij weer eens een keer Dostojevski aan het lezen. En zij wou dus tekeer gaan over dit hele. En hij reageerde niet, mijn vader wilde gewoon rustig doorlezen. Stoïcijns. En toen heeft ze dus een hele mooie Chinese vaas genomen. Bam! Dat heeft de hele tafel een stuk. Die salamanders die gingen net als stervende beesten, vielen ze uit elkaar. En toen heeft mijn vader gehuild. Voor het eerst dat mijn vader zo huilen van, hoe kan je dat doen, onze laatste memory aan Indonesië. Zo, dat is mijn verhaal. Dat is een mooi profiel. Ja, ja, dat komt ook, je hebt ook, ja, je zegt, je hebt je vader altijd geïdealiseerd. Je zegt, ja, dat je van hebt. Ik heb ook eigenlijk vaak naar een Joodse man gezocht, van zijn, het kaliber van zijn lengte, van, hij was niet groot gewoon. En die heb ik ook altijd gekregen, over het algemeen. Eén schot heb ik gehad, nou, dat is... Every drinker boer was dat. Dat heeft ook maar 10 jaar geduurd. Ik wil nog één fragmentje even voorleggen. Hebben we nog meer? Nee. Dat is dat. Welke fragment? Oh, fragment van hier? Van hier. Oh, zo. Dat doe je zelf. Lees jezelf. Huh? Dat lees je zelf. Dat is ik zelf. Oké. Ja, ik weet het niet. Wat gaan we doen? Nou ja, dus hij zegt ze. Hij zegt dan, Vestijk, zal ik nu een liedje voor je zingen, dat ik nu ga spelen? Er was dus een meisje, de prommetjes rond, heb je die prommetjes weer? Die droomde van mannen waar ze lachen stond. Ze wenste in prinslijn, met pikje en al. En wat ze niet wist nog, met één spikkelige bal. Ze ging toen te raden een verstandig idee, bij de pinterste dokter, het was Mikje de Vee. Ze tilde haar rokje van tarletijn en toonde het sneetje, dat dingetje, weet je, het zit vlak bij het reetje. Want als je gaat dichten en verzuimt je metjeetje, dan ligt al vergeet je, oh mikje, hoe pik je, hoe zuig je, hoe lik je, hoe doe je het toch? Wat een vies mee was het toch? Zo kermde het diertje en ze had zo'n pleziertje. Toen mijn klep stond haar kiertje, och hoe greep ze ernaar. Met een lust en een leven, toen het ding stond te beven. Ik liet haar toen dromen, de ogen zoet dicht. En deed als een pater mijn heilige plicht. Want ik in mijn werk voelde krachtig en sterk dat het kind zou genezen. Nu zul je wel zeggen, waarom een liedje van Kezen? God, zeg. Lieve man, de moraal van dit lied en mijn andere verhalen, toen ik klaar was, moest zij 10 gulden betalen. Ach nee, typisch Joodse boy, hè? Hij heeft nog, we hebben dan ook die 2 romans gehad en ik ga echt zoeken of die de tweede kant. De doodsengel is gebaseerd op een verhaal dat hij ooit in de krant gelezen had over een verpleegster die iets van 100 patiënten had, zoals dat nu wel vaker wordt. Zo'n Lucia de B, hè, volgens mij. Ja, toen was het nog niet zo populair. Maar ik geloof dat het een verhaal was uit Zuid-Afrika, dat hij uit de krant had gehaald. Ja. Maar het heeft zich gesitueerd in Surabaya en dat lijkt me voor onze club ook interessant. Ja. Indische roman. Ja. En tenslotte heeft hij ook nog een boek geschreven dat niet gepubliceerd is. Over de Ferdinand Uren, ja. F. Uren. Over de, okay. En dat helemaal is over eigenlijk iemand die net zo slecht was als de Vuren, maar een heel andere persoonlijkheid. En daar heb ik alleen maar een fotocopie ergens.
Maar mijn huis ligt zo vol met dingen. Ik ben getrouwd met een verzamelaar. Ik ben een verzamelaar, dus ik kan de boom in het bos niet meer vinden. En ik ben nu bezig met twee nieuwe boeken. Ja. Die noem ik dus, zal ik even noemen. Dat, Wall Talk 1 en Wall Talk 2. In het Engels zegt het meer in het Nederlands. En het gaat eigenlijk over mijn laatste 40 jaar sinds ik terug ben uit Amerika. En het eerste deel is dus over mijn naughty time. Biseksueel, mijn SM, fetish, bondage, alles wat ik gedaan heb. En het tweede deel begint eigenlijk dat ik Philip ontmoet, mijn man. En het is een soort Who's Afraid of Virginia Woolf soort toneelstukje. Behalve de alcohol en behalve het schreeuwen. Gewoon twee mensen die elkaar precies vertellen wat ze van elkaar vinden, wat ze leuk vinden en niet. En dat is een hele. En dat gaat ook meer over het ouder worden. Het gaat over diëten, het gaat over de dood. Ik ben gefascineerd door de dood. En hoe je toch nog op een goede manier oud kan worden. Maar ook hoe je eigen beste vrienden stuk voor stuk aan het afsterven zijn. Dus dat is mijn dubbele fascinatie, het leven en de dood. Dus dat komt nog gewoon. Maar in elk geval, dit boek, het eerste stuk vooral, echt inderdaad wat in, dat past helemaal binnen onze sfeer. Daar heb ik een paar van meegenomen. En een documentaire heb ik ook meegenomen. Ja, en niemand komt bij mij kijken, want niemand weet waar het over gaat. Maar ik hoop niet dat jullie nu naar huis halen zo meteen. Nee, we gaan nog niet naar huis, we gaan misschien nog een glaasje drinken. Maar ik wil in ieder geval, nou, ik wil je allereerst hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vind het leuk dat we het over je vader hebben kunnen hebben. En we gaan ook over twee dagen naar de 100ste verjaardag van een oom van mij, die een hele goede vriend van jou is. En ja. Dit is ook de Joodse tak, waar is het is. Ja, nee, dat is een heel bijzondere man die nog, die nu 100 wordt. Een beetje doof. Hij is behoorlijk doof. Maar dat ja, en hij heeft in 39 is in Leiden gaan studeren. Hij is in de oorlog, heeft zijn ouders in veiligheid gebracht. En hij is zelf gearresteerd in België. En hij is toen ontsnapt bij de Gestapo. Hij heeft door Frankrijk gezworven, bij de marquise aangesloten. Ja, via de Pyreneeën in Engeland gegaan. En de geluidsapparatuur heeft hij gemaakt, toch? Hij heeft toch al die geluidsapparatuur? Ja, maar dat is allemaal later. Dat gaat over die oorlog. Hij is bij de Franse parachutisten in Engeland terechtgekomen. Hij is in de nacht van 5 op 6 juni 1944 gedropt in Normandië. Hij heeft Parijs helpen bevrijden. Dat had een mooie tijd. En hij is tenslotte bij het Ardennenoffensief heeft hij heel veel vrienden verloren. Waarvan hij de knopen heeft afgesneden van hun uniform op het slagveld. Dat heeft hem en heeft nog steeds, heeft nog steeds in zijn zak. Ja, maar goed, dat is voor jou ook. Interessant, hij zou een boek moeten schrijven. Maar hij zou een boek moeten schrijven. Ja, precies. Maar goed. Nou, Vera, dank je zeer voor dit. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik wil. Even blijven zitten. Ik wil gezien het gevorderde uur vanaf deze plek het symposium afsluiten. Een beetje meer licht in de zaal. Een beetje meer licht in de zaal. Is dat mogelijk? Weet ik niet. Je gaat er over licht. Ja, we zullen kijken. Wat daar komt een beetje meer licht in de zaal. Ik kan nog even het kleine verhaal van Ankie vertellen, die hier zit trouwens. Ja, nou ja. Voor mij. Moet je in de microfoon pakken. Ja, oké. Okay. Nog één klein verhaal, want ik heb haar meegenomen. Voor mij zit een vrouw die heet Ankie Wiersma. En Ankie is ook nog verre familie van mij. En Ankie is degene die mij het leven gered heeft toen mijn moeder dus in het lijkenhuis lag en niemand tijd had voor mij. En Ankie die had nog steeds een speciale band met beesten. Die sprak ook eigenlijk een soort taal om honden af te leiden en apen. Ze had meer met dieren dan met mensen. En behalve één Japanner, waar ze dan constant, want ze was een blond engeltje van 7, ik was 3 of 4. Dan moest ze op zijn schoot zitten. En dan gaf ze, die noemde ze ook oom tomaat, want dan gaf hij de 3 tomaten. En dan zei de moeder wel eens na een week, ga nog even op schoot zitten, dan kreeg je nog een paar tomaten. Maar verder haatte ze eigenlijk alle Japanners. En, maar Ankie heeft dus toen haar broertje, die intussen, die ook dysenterie had, dat haast iedere tweede persoon had dysenterie, die vreselijk ziek was en vreselijk vies zat te stinken op die potjes, heeft die broer, heeft zo naar midden, het broertje, in midden tussen al die andere vrouwen die in het cirkel stonden, gezegd, en nu stuur ik de hongerige honden en beesten op hem af, laten ze maar kapot vreten. Nou ja, dat heeft zij dus niet geaccepteerd. En op een gegeven moment kwam zij als een klein engeltje. Heeft ze die honden allemaal weg, als een soort ratten van haar van Hamelen, weggehaald. En die beesten hebben het jongetje nooit aangeraakt. Maar hij leeft nog steeds. En Ankie leeft ook nog steeds. Ja, ja. Maar wij hebben elkaar. Ga even staan. Even staan. En
En we zijn de beste maatjes nou. Nou, prachtig. Ja. En, nou goed, ik ben heel blij hier te zijn. En ook blij dat ik Tjinkje even weer gezien heb. En, nou, je hebt alle hoofdpunten benaderd. Goed, ik wil graag afsluiten. We hebben het gezien de vorige uur. He, er is geen tijd voor discussie. Ik ga niet het hele programma aflopen. U verwacht voor mij geen briljante samenvatting op dit uur. Maar ik heb wel natuurlijk een aantal dingen opgevallen. Dat he, al die relaties, liefde en lust, dat het ook te maken heeft met uiteraard met man-vrouw relatie, maar in combinatie met etnische herkomst. He, en er wordt vaak gezegd, he, de Indische vrouwen die zijn verleidelijk, maar die hebben weinig geestelijke bagage. En die Nederlandse vrouwen zijn wat meer ontwikkeld, maar die zijn weer niet zo spannend. Maar er wordt dan vaak die vrouwen uit Azië kwalijk genomen. Maar ik denk, wat moesten ze anders? Ze hadden geen opleiding. De enige manier om sociaal te stijgen was via hun charmes. He, ja. Met een monk gaan trouwen of samenwonen. Met de hari nummer doen, weet je. Dus blank zijn en toch doen alsof je in dit met de hari. Dus dat viel mij op. En het grote verschil, we hebben het net even gehad over Engeland en Nederland. De Engelse vrouwen en mannen die hielden die Indiase samenleving op een afstand. Je kon veel beter Indo-Europeaan zijn in Indië dan Eurasian in India. Ja. Dat is het verschil. Dus nou ja, dus, we hebben in allerlei toonaarden compleet met gebruiksaanwijzing hoe je iemand moet vergiftigen. Heel vergiftigd vinden we. Voorbij zien komen. Acties van dat je met je eigen soort trouwen zijn voorbij gekomen. Ik weet dat in de jaren 20 kwam er een actie tegen het concubinaat. Want het concubinaat werd altijd door het leger bijvoorbeeld en door de ondernemingen op Sumatra gepropageerd. Dat was veel, veel beter en goedkoper. 17e eeuw hebben ze geprobeerd, tijd van Jan Pieters van Koen, met nette vrouwen erheen te sturen. Hè, Eva Mentevrouw. Maar dat werd geen succes. Dus het was veel beter om met Aziatische vrouwen te verkeren. Omdat het nageslacht beter opgewassen was tegen het klimaat. En zo, dus dat is heel anders dan in Engelse koloniën. En, dus tot op de dag van vandaag loopt dat door. Dus we hebben niet alle problemen kunnen oplossen, maar ik denk dat we wel een heel mooi overzicht hebben gekregen van al die verschillende verschijningsvormen die je ook in de literatuur, en vooral in de literatuur, terugvindt. Want andere getuigenissen zijn veel moeilijker te vinden. In romans en verhalen is heel veel vastgelegd wat je nergens altijd meer vindt. En dat is op ze lopen weg. Dus dank allemaal iedereen voor de Ik wil graag even een paar mensen bedanken. Liliana Luzana en Koen van het Veer. Koen van het Veer, die niet alleen aan het boek heeft meegewerkt, we hebben het samen geschreven. Hij is nu niet meer aanwezig, maar hij heeft zich ontzettend ingespannen ook voor deze dag. Het was natuurlijk een mega-operatie. Op het laatst kwamen we erachter dat er 330 mensen kwamen. En dat is natuurlijk gigantisch veel. Maar ik hoop dat u het met mij eens bent dat het toch nog aardig is gegaan. Wat de logistiek betreft. En de lunch en alles. En dat, daar mogen we blij om zijn. Ik ben ook heel blij met de medewerking van de Koenplom. Die dat mogelijk hebben gemaakt. Hè, we kunnen straks, de bar is hier open. We kunnen nog wat gaan drinken als we dat willen. Maar ik vond het leuk dat er zoveel belangstelling voor was. En ik denk dat we het terug kunnen zien op een geslaagde middag. Ik wil u ook wijzen op onze werkgroep. Sommige mensen weten niet van onze werkgroep. www.indischeletteren.nl. Als je nog Indische Letteren intypt, dan kom je daaruit. We geven een tijdschrift uit. 4 keer per jaar een bijeenkomst, waarvan dit er één is. De andere 3 zijn meestal in Leiden. En op een van die bijeenkomsten in Leiden zal binnenkort volgend jaar Diederik van Vleuten optreden. Dus die houdt u nog van ons te goed. Maar in ieder geval, zeer bedankt voor uw komst en wel thuis. Dank u wel.